En hier zien we dan de sledge settings voor de 3,5 ton modified. Het gewicht wat natuurlijk meeschuift en ervoor zorgt dat het geheel wat dieper ingraaft. En dat we daardoor natuurlijk steeds meer krachten krijgen eigenlijk op de achterwielen van de tractoren. En die worden dieper de grond in getrokken. U weet het, dat is het eigenlijk, de tractor pulling. Je moet proberen met al dit vermogen gewoon een full pull te trekken. Vooral in het begin van de wedstrijden is dat erg belangrijk. Nou, de neonbuizen die gingen er nog wel eens uit hier door het geweld in Zwolle. Het is een aantal jaren geleden gebeurd dat bij de laatste full pull echt het hele spul naar beneden kwam. De baan op en het spul zat gewoon in donker. U weet dat nog wel. Dat waren de Denen die dat lieten zien. Dat effect. 19e Europul dus. En dan gaan we door de IJsselal heen. Ziet er goed uit deze. Vrij korte piste met achterin een aardewal waarin het monster tot stilstand kon komen als dat nodig mocht zijn. En Jan van Alphen die pakt hier meteen een full pull. De baan wordt weer keurig in orde gebracht. Veel publiek altijd aanwezig, het is enorm populair. Mannen als Bert Besselsen en Johnny Heersink en Ronnie Tijnk en Mark van der Laan aanwezig om het geheel natuurlijk te meten en af te vlaggen. En hier gaan we langs de lijn en dat is over. Dat betekent geen goede run. Hier hebben we de repeat. Over de witte lijn is dus een off-piste als het ware. En een disqualificatie is het resultaat. Een middag- en een avondsessie in de IJsselhal. Full pull voor de Rising Star. Dan gaan we kijken naar de Q18 Popeye. En die motoren lopen niet helemaal goed. U weet het, de Allison V12's aan boord. En het loopt niet helemaal lekker daar. Grote vlammen die uit de bolide komen en dan maar stoppen is het beste om de boel niet kapot te maken. En dit is de tijd, 47.08. Even in de herhaling zien we de grote steekvlam uit het motorblok komen uit die Allison V12. En deze kenners die zien al lang dat het niet goed gaat. En dan zijn we in afwachting van Green Monster.
Prachtige run dit. Dit is een full pool. 9.45 eindtijd. De baan wordt aan flinters gereden hier. Nog wat naverbranding. En voor Green Monster dus een full pool zoals gezegd. We gaan met deze man mee naar de Starlight Express. Ook Starlight Express gaat in 9.35. Dat is weer een tiende sneller over de piste. Tiende sneller dan de Green Monster. Een full pool ook hier. Beverell Eager Beaver. Goed weg. Goede tractie. En een full pool in 10.23. We kijken weer naar de mensen die een full pool hebben neergezet. Rising Star, Black Power, en die zien we dus direct terug in de Pool of Final. En dat wordt een hele spannende strijd natuurlijk daar. En dan beginnen we met Black Power. Black Power een tijd in 79,59 meter. De tijd doet er hier wat minder toe. Het is wel heel belangrijk als we dezelfde afstand rijden als het in de betere tijd gaat gebeuren. Maar dus geen full pool. Bijna dus 80 meter wordt hier nog getrokken. Je begrijpt dat het gewicht weer zwaarder is geworden. En dan wachten we op de Starlight Express van Jim Snell. De twee V12 Allisons met methanol injectie deze bolide. Vroeger reed deze man Jim Snell met maar liefst 9 Jaguar motoren op zijn Starlight nummer 1, kan ik me herinneren. Dat was spektakel en een mooie afstand hier tot toch tot de beste, 75-28. En dan gaan we naar Hans Kramer met de Seaside Affair. Komt het Castricum. En hij is eigenlijk een man die de tulpenbollen kweekt. Een bulb grower, zoals dat in het Engels heet. En hier zet hij dan 70-08 neer. 70 meter. Goede afstand toch wel. Green Monster dan wordt hier losgelaten. Green Monster die heel ver komt hier met 82 meter en een beetje. Nog wat naverbranding. En dat betekent de beste afstand tot nog toe. Kan deze Rising Star dat gaan verbeteren? Jan Bosman, die komt heel hoog van voren. Daar valt de boel toch wat stil. Rising Star met 69,28 meter. U hoort het gegier van de Isotov motoren. En die komen uit een Russische M14 helikopter, zoals u wellicht weet. En
En dan kijken we naar de Beverall Eager Beaver. En let op wat er in de tweede motor gaat gebeuren. Daar ontstaat vuur. Die is kapot, dat kost geld. Toch nog 51 meter 34. Eindoefening hier. De repeat waarin we zien hoe de boel kapot gaat. Een groot olielek daar. Is duidelijk de vlammen die er gevolg van zijn onder de bolide. Nou, en 51 meter, ik vind toch nog heel wat dat op één motor. Met de modifieds dus, de 3,5 ton modifieds.